Dave, ja, voor jouw honderdste wedstrijd, een uh, 10-0, dat, uh, dat is leuk denk ik. Maar toch heb ik het gevoel dat je niet over de hele wedstrijd tevreden kan zijn. Um, nee, inderdaad al. Ja. Het, is, het is inderdaad leuk om, om 10-0 te winnen. Um, ik denk dat dat ook ja, verwacht wordt, als, uh, gezien de, de resultaten van Heistal dit seizoen. Uh, ook onze onderlinge wedstrijden. Maar ik vond onze de eerste helft en met name de eerste 20, 25 minuten van de eerste helft totaal niet goed spelen. Heel heel status, weinig verrassend. Um, ik had de indruk, ja ook heel weinig beleving in de ploeg. En ik, ik had de indruk dat het uh, team zoiets had van het zal wel vanzelf gaan vandaag, maar dat is niet het geval. Zelfs als je tegen een zwakkere tegenstander speelt uh, moet je toch nog altijd uh, de nodige inspanningen doen. Heb ik ook uh, met de rust duidelijk gemaakt dat, uh, dat het beter moest. Ook in functie van vrijdag hè, moeten we toch uh, zien dat we een, een aantal zaken uh, scherp kunnen krijgen. En, en dan was dit een ideale wedstrijd om, om vertrouwen op te doen, uh, maar op de goede manier dan. Ik uh, ben wel blij met die, met die reactie dan in de tweede helft. Dat we toch wel een hoger niveau haalden en met momenten wel een hoog tempo speelden, en uh, de kansen uh, creëerden en, en een aantal mooie doelpunten. Dus in dat opzicht. Uh, ja. Ik sluit het me aan bij wat je zegt. En, uh, was het uh, met momenten goed en uh, met momenten uh, iets minder, zeker de eerste helft, was ik uh, niet te refereren. Even terug uh, naar vrijdag, want het was kortdag natuurlijk. Uh, hoe heeft dat nagezinderd bij de speelsters? Ik denk dat dat nog niet volledig verteerd is. Bij mij ook niet. Uh, dat zal zijn tijd nodig hebben. Maar we hebben daar wel uh, kort over gesproken uh, op de recuperatietraining uh, gisteren. Uh, de ploeg heeft ook duidelijk gemaakt dat, uh, dat ze er toch wel kracht uit zullen putten, ook uh, na het verdere verloop van, van de competitie. Uh, dus het zal zijn tijd nodig hebben om het te verwerken, maar ik denk wel uh, dat we uh, nog genoeg motivatie hebben om uh, er nog iets moois van te maken. Want die playoffs komen eraan en uh, ja, meteen een klepperen die op bezoek komt? Ja, absoluut. Ik denk uh, dat het een, een mooie wedstrijd is om, om ermee te beginnen. Uh, ik denk niet dat we de spelers extra moeten opladen uh, voor zo'n wedstrijd. En ja, hier, we hebben het hier al eens geklopt, dus alles is mogelijk als we ons beste niveau halen. Dat zal wel nodig zijn en ik denk dat we dat ook wel beseffen. Maar dan kunnen we wel mooie resultaten bij elkaar voetballen. En een goed begin van de play-offs is altijd mooi meegenomen en dan weet je nooit waar het schip strandt.